En het is nu het moment aangebroken dat we het allesbeslissende filmpje gaan bekijken. Let op. Een vraaggesprek doen. Een echte televisieopname op school. Peter-Jan vraagt de kinderen of ze mee willen werken aan een interview. Zou ik je willen verzoeken om hier te gaan zitten? Dat is mevrouw Stemband. Hallo. Kom een beetje hier zitten. Dat is mooi voor het shot, ja? Nou. Peter-Jan, ik heb Sugarans. Ja. Heb je dat er nog van nodig? Ik zal de glazen even pakken, want drink uit de glas. Laat mij dat zomaar doen, want ik ben veel te bang dat ze breken. Het zijn mijn eigen glazen namelijk. Oh. Ik ga even je koekjes halen en dan pak ik wel de glazen voor jullie, oké? Heb je trekkingkoekjes? Wat? Heb je trekkingkoekjes? Ja. Ja. Maar als ze nou niet heel snel komt, pak ik de glazen zelf, hè? Ja. Waarom niet? Ik denk dat we een probleem hebben. Ja. Als ze terugkomt, hè? Wat ze ook. Wat ze gaat vragen. Ze gaat waarschijnlijk vragen wie heeft het gedaan. Ik heb het niet gedaan. Zeg gewoon dat ik het gedaan heb. Ik zou het niet doen. Ik zou gewoon een smoes verzinnen. Oh ja, de glazen. Oh! Wat is er met die glazen gebeurd? Die is binnengekomen. Maar waarom hebben jullie hem niet tegengehouden dan? Wat zeg je tegen een dief? Je ziet hem bijna niet. En je weet niet wat zo'n iemand doet. Maar... wat erg. Als ze nou komt, dan zou je niet verklappen dat ik het gedaan heb. Goed, misschien merkt ze het niet eens. Waarmee? Nou, met die glazen natuurlijk. Oh, er ligt glas op de grond. Hoe kan dat nou? Heb je toch met je vingers aan die kast gezeten? Nee. Ik zat aan die kokosmacroon en aan hier, maar ik heb niet eraan gezeten. Nee. Het was verboden. Heeft Peter-Jan aan die kast gezeten? Nee. Hier, kom. Kom, ga zitten. Ga even zitten. Ik kan het weggooien. Hé, wat? Ik kan het weggooien. Ga weg. Zo? En dan die planten weer neerzetten en de hele erop zetten. Ja, wacht even. Ik kan in mijn auto niks vinden. Misschien staat hier achter nog wat. Wat is hier allemaal gebeurd? Misschien een spook? Nee! Nee, wacht nou. Kijk, als ik... Trek me nou. Oh. Kijk nou. Zie je, dat ben jij. Wat is hier gebeurd? Je hebt een kabouter gedaan. Hij heeft helemaal niks gedaan. Hij heeft niks gedaan. Hebben jullie niks gedaan? Nee. Is die kast gewoon maar zo ingestort? Ja. Vanzelf? Ja. Maar hoe is dat dan gebeurd? Ja, dat weet ik ook niet. Volgens mij is het dus afgebroken. Ja. Zou het? Ik denk het wel. Nee, ik heb er alleen over gestreken, maar voor de rest heb ik niks gedaan. Wat? Hij heeft hem opengemaakt. Maar ik heb hem daarna weer dichtgedaan en toen was er niets aan de hand. Dus toen stonden alle glazen, alle glazen stonden... Niet. De glazen... Nee. Ik heb... Ik deed de kast op en toen viel de glazen om. Maar plastic zeker. Een plastic, hè? Nee, het zijn geen plastic. Zeg, als ze komt, zeg dat ik het niet gedaan heb. Ja. Ik ben niet verbaasd, want ik krijg zo mijn kop. Wat is daar gebeurd? Peter-Jan, die hele plank die ligt op 6:30. Nou ja, jullie gaan toch niet vertellen dat je dat niet gemerkt hebt. Wij schrikken ervan, hè? Ja. Ja. Je hebt er natuurlijk aangezeten. Nee. Echt niet. Peter-Jan, heb jij toch die glazen gepakt? Nee. Nee.
Zeker weten? Ja. Heeft er wel aan gezeten? In het allesbeslissende filmpje is de vraag: zegt dit meisje ja, Peter-Jan heeft aan de glazen gezeten? Nee, Peter-Jan heeft niet aan de glazen gezeten. In dit allesbeslissende filmpje wordt er in het geheim ingezet. En moet er meer dan 50% van het bedrag dat ze hebben worden ingezet? In het geheim wordt ingezet. De tijd is nu om. Hebben jullie het? Beslis jij maar, maakt me niet zoveel uit. Jawel. Nee. De stand momenteel is 4150 gulden voor Angelique en Alexander. En Mien en Lia hebben 2450. Jongens, ik kan jullie niet langer. Ja? Daar gaat u. We gaan kijken naar het antwoord. Peter-Jan, heb jij toch die glazen gepakt? Nee. Nee. Zeker weten? Ja. Heeft er wel aan gezeten? Ja. Ja. Ik wou niet zeggen dat je het hebt gedaan, maar het is wel waar.